Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen op YouTube die mijn kanaal gevonden hebben, of in ieder geval deze vlog gevonden hebben. Naast mij staat een Chevrolet SSR met een 6 liter V6 of V8, correctie, een 6 liter V8 met 291 kilowatt, oftewel bijna 400 pk. En dit is een klassieker, bij spreken qua Amerikaanse stijl. Het is een pick-up en cabrio, want dak kan open. En dat maakt het een hele aparte, ik wil niet zeggen bizar, maar wel een hele aparte auto. Een pick-up en cabriolet in één, met een lekkere dikke V8 erin van 6 liter. Geweldig. Hij staat hier in het zilver. Je kan ze vinden op, als je gaat zoeken op internet naar foto's, dan kom je ze tegen in het rood of in het knalgeel of in het knalrood. Er zijn ook nog wat andere kleuren, maar daar heb ik eigenlijk eerlijk gezegd niet zo goed op gelet. Goed, zoals het bordje al verklaart, deze mag in de Xeon keramische coating. Dus daar ben ik de komende dagen mee bezig. Ik ga het interieur nog even uitstofzuigen, een beetje uitnemen. En ik moet de koplampjes nog even polijsten, want die zijn het wat dof. Typisch Amerikaans, hoogchroom velgen. Ik heb wel meerdere Amerikaanse wagens gehad waar je dit type velg, qua uitstraling, dus niet gespoten aluminium of wat dan ook, of gepoedercoat, nee, echt gewoon vergroomd staalwerk, want het is echt nog staal, het is geen aluminium. Ja, een hele aparte verschijning, moet ik zeggen. Er zit ook een hele mooie brom zit erin. Als je hem start, zit er een hele mooie brom in. Geweldig. En ook nog gewoon lekker plaatstaal zonder dat het plastic is. Maar goed, dat moet ook wel met zo'n wagen. Ik weet nog niet wat die weegt uit mijn hoofd. Dus word weer ouderwets op de knietjes gaan poetsen en polijsten. Want hij staat op de brug. En de eigenaar heeft voor mij de traptreden eraf gehaald, zodat ik wat makkelijker onderin kan komen om dat te polijsten en in de coating te zetten. Want anders kan ik daar niet bij. Maar goed, zoekende onder de auto, ik kan geen stabiele punten vinden waarvan ik zeg, ik kan hem veilig van de grond aftillen. Dus ik laat hem lekker op de grond staan. Ik ga ouderwets weer op de knietjes polijsten. Ik heb hem inmiddels al gewassen, misschien dat je het nog kunt zien omdat de ramen nat zijn en ik moet nog even met de hand, ga ik nog even verder met lakdieptereiniging. Ik heb er wel een speciale wasmiddel voor gebruikt van Xeon. Echter, ik vind soms toch met de hand, en dan let ik er figuurlijk met de hand, maar een stuk klei, vind ik toch prettiger werken. Maar goed, dat is mijn ervaring. Vind je het wel leuk ook om de vlog te volgen de komende minuten? Ik weet ook niet hoe lang die gaat worden, want soms heb ik een korte vlog en soms heb ik een hele lange vlog. Ligt er een beetje aan wat ik belangrijk vind qua beelden die ik jullie wil laten zien. Dus dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Zo, ja maar, polijsten.
schone pet op een rotary 77 mm. Een schone pet op 125 mm rotary. Je kan zien, hier is een bruin randje omheen, dat je een klein beetje vuile lak verwijdert en daardoor verse lak creëert. Of schone lak, net hoe je het bekijkt en hoe je het noemen wil. Ik zal nu de kleine rotary eens even pakken en daarmee ook het verschil laten zien. En je kan het eigenlijk al, als je een klein beetje kijkt, is naar de linkerkant had ik gedaan zoals je gezien hebt. En er hangt, links is even, net even wat helderder als rechts. En dat is het verschil tussen, opnieuw een laagje even afhalen met polijsten. Kijk, hier zie je op rotary 77 mm ook een bruin randje eromheen zitten van oude en verweerde lak. Die verwijderd is door het schuurmechanisme van de rotary in combinatie met het polijstmiddel. Even de lakschade laten zien wat er aan krassen zit in de fraaie zilveren lak. Hij neigt een beetje naar wit zilver. Ik hoop dat je het kan zien. Ik heb een stukje van de laadklep pick-up-achtige gedeelte gepolijst. Excentrisch. En dan zie je, als het goed is, zie je een overgang naar minder wit helder naar helder wit. En de scheidingslijn ligt hier ongeveer. Je kan het ook en dat is vuil wat op de blanke lak zit, of in de blanke lak zit, door de jaren heen. En dat krijg je er met wassen, wasstraat, handwas, kleien of lakdieptereiniging, zoals ik het noem, er niet uit. Dit zal echt met polijsten moeten gebeuren door een heel klein dun laagje blanke lak eraf te halen, waardoor je dus dit effect krijgt. Met andere woorden, je krijgt door polijsten krijg je dus je glans terug, doordat je een vers stukje blanke lak heb, waar de krassen uit zijn die ook lichtval anders weer kaarsen en daardoor ook minder glans creëren. Oh yeah. En dan kun je nagaan hoe vertekend dat is, want op afstand denk je van nou, ziet er strak uit, ik weet niet wat er aan moet gebeuren. Nou, dit dus. Zeker als je coating wil zetten, moet je een goede schone basis hebben. En een krasvrije basis. Zover het materiaal dat toelaat, dat moet ik er even goed bij zeggen. Want als je echt sommige krassen te diep zijn en je wil 100% krasvrij, gaat het niet worden, want je wil ook nog blanke lak overhouden. Want de krassen zitten in je blanke lak over het algemeen. Over het algemeen. Tenzij ze heel diep zijn en wit zijn, dan zitten ze in de primerlaag. Ja, je kan heel goed zien, zeker van deze kant af, wat nu glanst. En hier wat nog. Het glimt wel, maar het glanst niet. En dat is het verschil tussen dit stukje zo, ten opzichte van de rest. Ja, absoluut. We gaan de goede kant op. Even een keertje in de lengte. Dit gedeelte is gepolijst en die kant nog niet.
Je ziet een bepaalde, wazigheid, dolnis. Hier zie je dat. Kijk, het wit is helderder. Polijstwerk zit erop. Hoe langer ik naar de Chevy kijk, hoe meer ik voor mezelf ga realiseren wat een ideale wagen is dit. Je hebt laadruimte als pick-up en je kan nog eens cabrio rijden met dak open. Want bekijk je hem als een pick-up waar het dak voor open kan? Of bekijk je hem als een cabriolet met extra laadruimte? Ik vind het eigenlijk wel, als je het gewoon even heel realistisch bekijkt, ik vind het wel een fantastisch concept. Het is een wagen die in Amerika, weet ik niet, maar hier in Nederland zie je ze praktisch niet rijden. En ik ben eigenlijk toch wel een soort van onder de indruk van dit type wagen. Het is weliswaar wel een tweezitter, dat moet je er dan wel incalculeren. Met sport, kuipstoeltjesachtig, SSR-logo erin. En een lekkere dikke V8. Ik vind dit, ik kan dit ontzettend waarderen, dit. Ja, ik kan niet anders zeggen. Goed. Dat gezegd hebbende, want af en toe kan ik ook gewoon lekker slap lullen. En al is het wel gemeend dit keer. Niet het slap lullen, maar de tekst die ik zeg over de trend, hoe ik naar de auto kijk. En ik kan hem echt waarderen. Ik vind het echt een hele fraaie wagen. Cabriolet, pick-up, whatever. Ik vind hem fantastisch. Maar goed, polijstwerk zit erop. Ik ga nu nog even de koplampen schuren en een aantal stappen schuren en polijsten. En dan voorzien van een coating waar je bij mij op koplampenpolijsten 2 jaar garantie krijgt. Dus weet je toevallig iemand in jou vlak in de buurt of in de regio Alphen aan den Rijn die met verweerde koplampen rondrijdt? Ik maak ze weer als nieuw, mits het materiaal het toelaat. Heel belangrijk. Want goedkoop materiaal wil de vergeling wel doorslaan tot compleet geel. En dan, je kan niet oneindig door blijven schuren en uiteindelijk polijsten en er een coating op zetten. Maar goed, dat doet niet de zaken. Dat is een inherent aan de wagen en de klus die hier nu staat. Ik ga nog even de koplampjes polijsten en dan morgen ontvetten. En dan kan ik aan de coating beginnen en dan uiteraard dag 3 met de laatste zaakjes. Maar dat is inmiddels wel bekend als je mijn vlogs bekijkt.
eerste laagje van de... Van het... verweerde kunststof eraf schuren. Zo, koplampjes zijn gedaan, staan in de coating en die kunnen drogen. Ik ga nu, zal de camera even draaien. Zo. Maar alvast aan het groen beginnen. Je kan het maar gedaan hebben. Inmiddels aanbeland bij de volgende dag. Gisteren de velgen afgemaakt, het chroom opgepoetst. Vandaag coatingdag. Ramen heb ik alvast schoongemaakt. Binnenkant en buitenkant. En we gaan nu de lak ontvetten, schoonmaken. En dan door naar de coating. We zijn nu een dag verder. En dan sta ik zo langs die wagen te kijken en dan denk ik, ja, het is wat apart. Ja, je love it or you hate it. Maar ja, ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt gaaf. Cabrio en pick-up. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar goed. Ontvetten. En dan coaten. En zo maken we de hele auto even af. Keramische coating op een auto appliceren, zoals wij dat noemen, kan heel bewerkelijk zijn. En met name als je rekening moet houden met plaatdelen qua grootte en vorm, met name oppervlakte, grootte. In je hoofd heb je vaak altijd al een bepaald schema van motorkap, zijschat, dak, kofferklep of hatchback, spatschermen, deuren, etc. Echter, ja, dit zijn zulke grote lappen dat ik in mijn hoofd moet in gaan delen hoe ik dit ga verwerken en bewerken. Want het product op zich kan heel bewerkelijk zijn afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Dat is heel erg bepalend, cruciaal qua verwerking van het product. Het kan zijn dat als het zodanig warm is en luchtvochtigheid zodanig laag is, dat je binnen een minuut het materiaal alweer moet verwijderen. En soms kun je het 5 minuten laten zitten afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Het zijn allemaal van die zaken waar je rekening mee moet houden. Wil je het product in meest optima forma kunnen verwerken en plaatsen en uiteindelijk uitpoetsen?
Dus in mijn hoofd moet ik nu ongeveer een bepaald schema gaan nemen van nou, ik doe eerst dat en dan dat en dan dat en dan dat, afhankelijk van de tijd die ik heb. En luchtvochtigheid binnen bij mij nu is best hoog, 72%, en de temperatuur 23 graden. Dus het is voor mij, ik ga even met een klein stukje op het dak beginnen. Dat is voor mij het veiligste, om te kijken wat de coating doet met deze luchtvochtigheid en deze temperaturen. Dus, let's go! Het groene flesje van Xeon dan. Het lijkt net water, maar als het eenmaal in aanraking komt met zuurstof, de buitenlucht, zuurstof, dan begint het te drogen. Dus vandaar dat de verwerking van het product elke keer weer anders is. En dat maakt ook dit soort klussen heel uitdagend. Zo, even de timer starten. Ik heb altijd een timer lopen. Ik heb hem nu op 3,5 minuut gezet. Nu heb ik de mazzel dat er in de gehele auto een knie loopt. Een knie loopt, zou je zeggen. Ja, een knie loopt. Precies over het midden van de auto loopt in het plaatdeel een heel klein foutje. Dus dat is mijn scheidingsgedeelte. In dit geval werkt dat voor mij. Om op die manier materiaal te plaatsen. Een stukje verder in de tijd. Oh, tijd voor ronde 2. Nieuw sponsje, nieuw flesje. De bruine. Here we go. Het paneel in de coating. En dat is de bestuurdersdeur. Je zal je afvragen wellicht van hoe kun je in vredesnaam zien waar je gebleven bent? Nou, het is niet een kwestie van zien, maar voelen. Met dat ik de nieuwe laag aanbreng, voel ik een bepaalde stroefheid van de eerste laag, waar ik met de tweede laag overheen ga. En die gelijk. Hij staat in de coating. De vlog is bijna weer ten einde. Je krijgt van mij nog het bekende rondje van de zaak. En dan is dit SSR-projectje afgelopen. Afgelopen 3 dagen bezig geweest met met name het exterieur. Poetsen, polijsten, wassen, lakdieptereiniging, aantal stappen polijsten. En uiteindelijk in de keramische coating zetten van Xeon.
Interieur heb ik even nagelopen, even uitgestofzuigd, de ramen schoongemaakt, et cetera. Dus ik wil zeggen bij deze weer bedankt voor je belangstelling en tot de volgende video. Ciao. En als je je wil abonneren op mijn kanaal, heel graag.